Yo mensen, vandaag is de volgende dag en Timo, wat gaan we doen? Zwemmen. Ben je het? Tikibad. Tikibad. Eerst gaan wij even een potje armpje drukken en kijken wie er gaat winnen. 3, 2, 1. Steenpietschaar. Yes! Opnieuw. 3, 2, 1. Steenpietschaar. Steenpietschaar. Yes! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Nu zijn we thuis. Nee. Echt wel? Nee. Nee. In de tuingalo. Tuingalo. Kijk, we gaan echte soep eten van oma. Fucking lekker, of niet, Ivo? Oh, heilig. Spullenkebak, fiets, jongen. Deze wilde echt proeven, maar dat kan niet, want wij hebben hem al op. Ah. Nou, mensen. We zijn dus weer het park in. En waar zitten we in, denk je? We zijn bijna boven. Treuzenrand. Jongen, dit ding, dat is echt saai. Kijk, je kan echt niks uitkijken, want ze mogen hier niet hoger bouwen dan de bomen. Maar het karretje is hoger, hoor. Ja, het karretje is net iets hoger, maar ja, boeien. Daar hebben ze allemaal scheid aan. Ja. We gaan dadelijk ook rodelen, dus dat is kei leuk. En ik heb er nou wel zin in. Nou, mensen, we zitten in de rodelbaan. Timo is daar zo. Timo! Ik zal hem in het hoesje doen van de GoPro. Dus, let's go. We zijn bijna boven, mensen. En daar is nog een stoplicht. Dus dan wachten we maar even op Timo. Want ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar hij is echt ver weg. We gaan proberen niet te remmen. Timo, hè, die gaat. Timo's karretje ging van de ketting. Oh, hij is goed, hij is goed, hij is goed. Jongen, die gaat zo fucking hoog, hè. Maar we gaan nou daar zo in de Dragonfly en dan gaan we ook even een mooie selfie filmer maken. Nou, daar heb je dus ook drie hele mooie tv's en de S6 kan je mooie tv's mee uitzetten. Er zijn twee Philips tv's, die had ik gisteren uitgezet, maar ja, dan moet je ook nog een andere tv toevoegen en dat was Sharp, maar die had ik nou niet. Of dat had ik toen niet, maar nou wel. Nou, mensen, dat was leuk. Kijk, we staan nu bij de Falcon, zoals je kan zien. En daar gaan we ook even een mooie selfie filmen van maken als het daar lukt. Zoals je kan zien, het is nu niet druk, dus dat komt goed uit. Ik zie daar weer een Samsung TV, dus kijk hè, let op. Hoepla!
gewoon het bord weer aangezet met gewoon normale afstandsbediening. Ga maar even kijken. Nou mensen, qua veiligheid van dit park jongen, dat is hem niet echt, want ook echt gewoon ze controleren amper je beugel bij sommige attracties. En je mag gewoon filmen in de Falcon, what the fuck. Echt, bij de Efteling zou dat nooit mogen en zo. Ik zat gewoon klaar met mijn camera zo, dus wij begonnen gewoon te filmen en zo. En iemand voor ons ook, die een karretje voor ons was. En ja, ze zeiden er helemaal niks van, ze deden gewoon lekker leuk mee. Nou mensen, wat we nou hebben gevonden... Deze moeten ze echt weghalen, jongen. Dit is iets van de Efteling, dat hoort hier niet. Moet je horen, hè? Ho. Jongen, ik gooi het in de normale prullenbak. Ik ook, jongen. Ik ga het hier niet ingooien, jongen. Na apers, man. Timo, wat gaan we doen? Ik ga proberen. Eerst achteruit salto en dan gelijk weer vooruit. Oké, achteruit salto en dan weer gelijk een vooruit. Nou, je doet je best. Timo, wat is dit voor attractie? Kan je dat eens vertellen? Je hebt een mooi sleetje, ja? Dan heb je daar een glijbaan. Je hebt een hele mooie glijbaan. Daar komt een klein beetje water af. Daar komt een heel klein beetje water af, ja. Zij het naar beneden? Zo hard kleien. Je zei echt hard. Hard, ja. Zo. En dat was hem. En dat was hem. Nou mensen, we hebben een karretje. We zijn al bijna boven. Hierboven is de glijbaan al. Daar gaan we daar ook in. Fuck ziek, heb ik net ook al verteld. Let's go. Nou mensen, dit meen je toch niet? Ezeltje strekje? Waarom staat hij hier? Nou weet ik zeker dat dit een na-aperij is van de Efteling. Eerst de hollebolle Gijs en nou deze ezeltje strekje. Nou echt kwats. En daar heb je ook nog manneke Pisse. Die staat wel niet in de Efteling, maar wel bij het Carnaval Festival. Dat is echt kwats. Hey Timo. Ja? Waar denk je dat wij zijn? Weet ik vraag eigenlijk aan jullie. All you can eat, jongen. Laplaasje. Dat is van de oude V&D. Ja, of niet? All I can eat. Lekker je eigen voldouw met frieten en pizza en zo. Fucking lekker. Nou mensen, dit was de video van vandaag. Doe even een like, abonneren en check bij jullie. Later. Houdoe.